Welkom, trouwe kijkers en nieuwelingen die mijn vlog gevonden hebben. Naast mij staat een Audi A5 Cabrio in Unilak wit, waar ik de komende dagen mij mee bezig gaan houden met het interieur en het exterieur. Zoals het bordje al verklaart, hij komt in de Xeon Crunch Coating. Er zijn een aantal facetten die ik de komende dagen ga doen. Dat is het interieur reinigen, het leden reinigen en hier en daar wat schadetjes oplossen, wegwerken, het kunststof verzorgen. En daarna gaan we door naar de buitenkant. Kap even opnieuw impregnerend, de buitenkant aanpakken met betrekking tot de lak, polijsten, ontvetten, lakdiepte reiniging. En vervolgens voorzien van Xeon keramische coating. Ramen even op glanspolijsten, zowel voor de zijruit als de achterruit. De voorruit, dat komt Xeon autoruitcoating op, waardoor er een filmlaag op zit die de ruit super waterafstotend maakt, waardoor je dus je ruitwisserbladen niet meer nodig hebt om door de regen heen te kunnen kijken. De velgen die gaan ook nog in de coating. De wagen is nog smerig, ik moet hem nog wassen. Het eerste wat ik zo meteen ga doen is even de kapstof zuigen. En dan daarna de wagen ga ik wassen, want als hij nat wordt, scheelt het allemaal weer vervuiling op de kap. Van het, wat erop zit qua stof en dat soort zaken. Zo gezegd, ik ga mijn spulletjes bij elkaar zoeken, de wagen starten en naar de wasbox rijden waar ik de wagens was. En dan daar doe ik mijn ding, kom ik terug en dan ga ik lekker door met de binnenkant. Want de kap zal ongetwijfeld nat zijn, dus die kan ik morgen pas impregneren. Dus moet eerst even een nacht drogen voordat ik dat dan kan doen. En dan bouw ik het stapsgewijs af, of bouw ik het op, hoe je het bekijken wil. Met uiteindelijk het project afwerken. Maar zover zijn we nog niet. Ik zou zeggen, vind je het leuk om, en interessant om weer te kijken en te volgen en wat je er ook mee wil doen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. De wagen is gewassen. Primair lakdieptereiniging toegepast. Ik ga hem nu handmatig nog helemaal nalopen. Er kwam behoorlijk wat vuil uit de raamsnorren, want deze kant was helemaal groen. Is weer lekker schoon. Alle kiertjes en randjes die weer vuilvrij zijn. En dan ga ik de loop van de dag, ga ik dat allemaal nog een keer nalopen. Voordat ik morgen ga beginnen met het polijsten van de lak. Vandaag het interieur reinigen. Hier en daar wat lederherstel. Want er zitten wel een paar kleine kale randjes in. Dashboard schoonmaken, kunststof verzorgen. Dan ben ik deze dag wel weer zoet. En dan gaan we op daar naar morgen. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we eerst maar even beginnen met de wagen uitstofzuigen. Op het moment dat je een kofferbak gaat uitstofzuigen, het zij een sedan of een cabrio of een wagon of een hatchback. Ik zie heel veel mensen, zie ik, en dan vervolgens staat de hele slang, die slaat langs de bumper te slijpen. Zet de slang tussen je dijen. Dus hou hem vast, klem hem en op die manier kun je veilig stofzuigen zonder dat je je bumper beschadigt. En dat zie ik al veelvoudig gebeuren. Dus zet de slang klem tussen je dijen en op die manier kun je vlekloos je ding doen. Aan stofzuigen.
kruip door, sluip door in een driedeurs auto. En zeggen, ja, waarom doe je de kap dan niet open? Nou, die kap is nog nat. En die wil ik eerst goed laten drogen, voordat ik hem weer op ga vouwen. Achter bij de kofferbak. Voordat er in natte situatie vouwen in ontstaan. Zo. Nou, er komt niet veel vanaf. Xeon Cockpit Cleaner. Ik gebruik dan een wat grotere liter fles. Dat vind ik wat makkelijker als de 500 milliliter fles. Omdat ik natuurlijk vaker gebruik als dat eigenaren van auto's dat doen. En Xeon Cockpit Cleaner reinigt fantastisch. En laat een hele mooie matte finish achter.
Dus geen glim van siliconen en allerlei andere zaken. Gewoon puur zoals kunststof hoort te zijn. Mat en schoon. Echt een aanrader. En je kan ze vinden in mijn Xeon-automotive.nl webshop. Waar alle Xeon producten staan. Zo, nu het leer gereinigd en gedroogd is, kan ik het gaan voeden met Xeon ledercrème. Dat is een voedende crème die het leer voedt, zacht maakt en matteert zoals leer hoort te zijn. En het is een waanzinnig product. En waarom? Omdat het is een kwestie van het product aanbrengen, in laten trekken, klaar. Niet uitpoetsen, niet nodig. Mooie matte finish. En het leer voelt daarna ook een stuk zachter aan. Het leer wordt niet glad, zoals je bij sommige producten wel ziet. Dat je zodra je een bocht neemt, die je alle kanten op glijdt en alle kanten op slingert. Dat zou je met dit product absoluut niet hebben. Kruip door, sluip door. Het advies is ook om het leer één keer in het kwartaal te reinigen en te voeden om het in topstaat te houden. En te voorkomen dat krakelee ontstaat door vocht. Want dat is eigenlijk wat je met leeronderhoud doet. Voorkomen dat krakelee ontstaat. En dat het kleurbehoud blijft. En het product ruikt nou ook nog eens prettig. Reinigen met de Xeon lederzeep, ook verkrijgbaar in de webshop, en daarna laten drogen en vervolgens voeden met de Xeon ledercrème. Echt een prachtige combinatie van die twee, zodat je langer van het lederinterieur geniet. Zo, achterbank is gedaan. Nadat ik de achterbank in de voedende crème had gezet van Xeon, realiseerde ik me dat ik eigenlijk ben vergeten te vertellen dat ik ook nog een beetje schadeherstel moet doen. Volgens mij had ik dat al gezegd in het begin van de vlog. Maar er is nog een heel klein beetje, zoals op de bestuurdersstoel, hele lichte kale randjes van het leer, wat heel gebruikelijk is bij in- en uitstappen. En de bijrijdersstoel is een keer gerepareerd hier op het stiksel. En die is weer bij elkaar gezet. Alleen die had even wat strakker tegen elkaar gezet mogen worden. En nu zie ik dat er dus net daarnaast nog een heel klein scheurtje zit. Hij zit van, het is natuurlijk zwart op zwart, dus dat zie je heel slecht. Maar hij zit van hier tot daar. En nu ga ik hem even plemuren. Dicht plemuren. En zodat het kan drogen en uiteindelijk ik het zwart af kan lakken. Als het goed is zal het contrast zo meteen met wit beter te zien zijn waar die begint en waar die eindigt. Dit hadden ze eigenlijk even op moeten vullen. Zonde, want dan komt er namelijk te veel druk op de uiteindes van het stikselwerk en de scheur te staan. Dus we gaan dat even repareren. Zodat het scheuren in de toekomst buiten schot blijft. Misschien dat je het qua contouren nu goed kan zien. Het is echt zo'n klein scheurtje wat er nog net naast zit, naast het stikselwerk. En het zou ook zomaar kunnen dat het ontstaan is nadat het
strak tegen elkaar gezet dat het toch een zwakke plek was. Het was niet voor niks daar los en stiksel weg. Geduld is een schone zaak, zeggen ze altijd. Zo. Dat is oppervlakkig nu dicht. Nu kan het drogen en dan kan ik het daarna kan ik het aflakken. Goed, dat zie je dus in het eindresultaat. Met mijn speciale lederontvetter. Die ik gebruik om leer te ontvetten zodat de verf goed blijft hechten. Ga ik even een aantal randjes hier even ontvetten. Hier zit een heel dun kaal randje. Het is donkergrijs, dus dat is de kleur van het leer. Hier zit een randje, hier zit een randje. Hier zit een randje. En dan heb ik hier op de rand hier ook nog een beetje. En dan hier op de punt ook. Je ziet ook dat dat ook... wat oudere verf eraf haalt. En dat is nog vrij normaal. Zo. Zo gaan we alle randjes even nalopen. Het toont nu zwarter als dat het leer is, maar dat komt omdat het nat is, dus het glimt. En zodra het opgedroogd is, zie je er niks meer van. En dat herhaal ik dan nog een paar keer, zodat ik een goede deklaag heb voor toekomstige slijtage. Ter voorbereiding voor morgen de kap impregneren. De auto maar even afplakken. Want ik wil geen impregneer op mijn lak hebben. Want dat maakt mijn coatingstraject heel erg vervelend. En alles wat fout kan gaan, gaat fout. Ik zal dat zeggen, Murphy is in the house, zo gezegd. Uncut and real, zoals ze dat dan zeggen. Ik laat dit gewoon lekker in de vlog zitten. Het gaat ook wel eens gewoon fout. Lekker straight, lekker eerlijk. Klungelen doen we allemaal wel eens. En soms heb je Murphy in de building. Zo ook bij mij nu net. En ik heb Murphy nu de deur uitgestuurd. Dus zoals je ziet gaat het nu goed. Je moet soms wat zeggen om een vlog vol te maken, toch? Zo.
Voor mij welkom terug. Het is de volgende dag. Tijd om de kap te gaan impregneren. En zodra dit droog is, dan kan ik de kap afplakken en beginnen aan de buitenkant van de Audi A5. En nu kan die drogen. En dan ga ik het plastic de andere kant op leggen. En dan kan ik verder met de buitenkant. Het eerste dat ik ga doen is lakdieptereiniging. Het laagste beetje vuil van de lak afhalen voordat we gaan polijsten. En dat gaan we nog vandaag doen. Dus nu de kap staat te drogen, krijg ik mooi de gelegenheid om het laatste beetje van de velgen nog even verder schoon te maken. Het prettige van deze vel is hij is lekker open, dus je kan overal lekker met je handjes bij. Ideaal. En het is ook een hele fraaie velg, al zeg ik het zelf. Als je je velgen gaat schoonmaken, niet op deze manier, want niet iedereen heeft de luxe van een poetsbrug. Begin altijd bij je ventiel. Dan heb je altijd een begin en een startpunt. Zo, één velg dan. Nog een klein beetje nalopen. Nog drie te gaan. En dan ontvetten en dan kunnen ze in de coating. En dan kan ik ze beveiligen met een hoes, zodat ze dus niet smerig worden van soms een beetje rondspetterend polijsmiddel. Ja, steady as it goes. Het ventieltopje waar S-Line logootje op moet staan. Ik ga eens even kijken of ik hem schoon kan krijgen. Kijk, een beetje uitgefocust, want hij is nu erg vaag. Jawel, ik krijg ze helder en lichtglanzend. Ook die van één gedaan om drie te gaan. Überhaupt er enige beschermlaag opgaat op materialen, altijd eerst even ontvetten. Dus wat gaan we nu met deze velg ook doen? Aangedreven kant, dus dat loopt wat zwaarder dan het losse. Schoongemaakt en ontvet. Ik heb ook het velgbed schoongemaakt en ook even de laagste restantjes van de plaklood lijmfoamachtige laag die achterblijft als de plakloodjes eraf gegaan zijn op het moment dat het wiel opnieuw gebalanceerd moet worden. Ik vind dat zo lelijk, al die zwarte vlekken erin. Dus ook dat verrijden, het velgbed is weer schoon. Ik ga hem nu in de coating zetten. Ik heb de camera even omgedraaid. Anders zouden jullie naar mijn rug zitten staren in plaats van. Dus ik doe altijd eerst even het velgbed. De binnenkant uit. Handiger, denk ik. Oh. Beter bereikbaar dan ik verwacht had. Velgje draaien. Velgen blijven op die manier mooi, makkelijker schoon te maken. In principe hoge drukspuit erop en klaar. Naast het afdrogen van de velgen uiteraard. Maar dat moet je natuurlijk wel doen. Anders krijg je kalkvlekken. Zo, nieuwe voor de voorkant.
Zo. Eerste velg is klaar. Op naar de volgende drie. In de coating, die kunnen nu een paar uurtjes drogen voordat ik ze met hoezen kan afdekken. En ik dan daadwerkelijk aan de buitenkant kan beginnen. Tenminste, het plaatwerk. Ja, de hele lichte waskrasjes zitten erin. In ieder geval genoeg om hem te polijsten en hem nog strakker te zetten. En uiteindelijk morgen in de coating. We zijn een aantal uurtjes verder. Hoezen eromheen. Dan kun je beginnen aan de lakdieptereiniging. En ik gebruik daarvoor Xeon detailer spray. En uiteraard een lakdieptereinigingsmiddel. En bij velen van jullie genoemd klei. Synthetische klei, geen echte klei. Ik kom wel wat vanaf, het is niet veel. En klei is ook ideaal om de laatste vlekjes uit je lak te halen. Het nadeel van wit is je kan slecht zien waar je gebleven bent. Zeker als de lak redelijk schoon is. Ook met polijsten en zo en uitpoetsen van waxen. Dat is altijd heel lastig. Ik denk dat de microfoon te ver staat, maar je zou het in principe kunnen horen. Zo, motorkap is gedaan. Nu de rest van de auto nog. Hoe wit wil je hem hebben? Jeetje, wat wit. Intens wit, dit. Laat staan als straks nog de coating erop staat, dan glanst die nog meer. Ik ben benieuwd hoeveel diepte ik erin kan creëren. Na het polijsten, ontvetten en dan de coating erop zetten. Want wit is natuurlijk in principe geen kleur die diepte creëert. Het reflecteert, maar het creëert geen diepte. Dus ik ben benieuwd. We gaan een stukje al aankondigde of vertelde. Is dat reflectie in wit en zeker in diepgang is heel erg lastig. Dat komt met name door wit, omdat het in principe geen pigment zou hebben. Dat is niet waar, want dan zou je geen kleur kunnen creëren. En dan kunnen we heel lang over discussiëren of het nou wel of geen kleur is. Voor mij, laat ik het even zeggen, de kleur wit is wit. Oké. Ik heb mijn mijnwerkerslampje weer opgezet, omdat met name vanwege dat wit, als ik zo kijk, zonder lamp, zie je bijna geen krassen. Op het moment dat ik de lamp erop zet, zie ik het hele fijne, wazige spinnenrag van waskrasjes en al de andere dingen. En dit maakt dit lampje maakt dit werk heel erg belangrijk. Want als ik een polijstmachine eroverheen gehaald heb en ik poets het uit, want dan ook heb je weer het kunnen uitwrijven. Waarom? Omdat je geen reflectie hebt. In zoverre, je hebt wel reflectie, alleen geen diepgang in je reflectie. Daardoor zie je dus bijna niet waar je gebleven bent. En dat is heel erg lastig en ook weer de grote uitdaging. Dus vandaar mijn werkerslampje. Ik ga beginnen met een medium kart van Xeon. Verkrijgbaar in mijn webshop. Dan even een proefstukje maken. Met de kleine. Eens kijken wat het doet.
En dan heb ik nog een ander kleurlampje. Een scangrip. Die creëert weer een iets andere kleur. Ja, ik kan de overgang goed zien. Ik zal eens even kijken of ik het kan laten zien. Dus ik zal de camera even oppakken en even laten zien. Goed, ik heb nu de camera opgepakt. Normaal gesproken weet je dat de verlichting die aan het plafond hangt niet onderbroken is. En hetgeen wat je nu ziet aan donkere stukken of stukken waar geen verlichting in zit, is de camera die ik vast heb op het statief die ik over de lak heen meebeweeg. En je ziet nu, dus inderdaad, je ziet bijna geen reflectie. Wel op zich wel glans en dat soort zaken, maar je ziet geen reflectie. Dus je ziet niet dat ik een camera in mijn handen heb. Goed, dan ga ik even een lampje erop zetten. Kijken of het te zien is. Het is heel lastig met wit. Nee, het is bijna niet voor elkaar te krijgen om hier... Ofwel, ja, ik kijk nu op het scherm, kleine scherm van mijn telefoon. En dan is het lastig om het met een andere camera wellicht vast te... Oh, kijk, ja, als je door het lampje heen kijkt, zie je dus dat je krassen hebt in de lak. Die je normaal gesproken, als je er tegenaan kijkt, niet ziet. Dit maakt de uitdaging alleen maar leuk. Ik heb iets gevonden wat de reflectie van wit, even kijken, daar zit hij. Ja. Kijk, om aan te geven dat je wel degelijk schade kan zien in witte lak. Dit is een stukje ingebrande vogelpoep. En zo zit de lak toch wel vol met heel veel kleine krasjes. Die zo op eerste gezicht gewoon niet ziet en niet opvallen. Dit om even aan te geven hoe lastig en hoe moeilijk het is om met witte lak om te gaan. Die ben je natuurlijk alweer kwijt. Dan ga ik hem weer even opzoeken. Daar zit hij. Camera verplaatsen. Kijk, daar komt hij. Je zal je wellicht afvragen, waar is je mijnwerkerslamp gebleven? Nou, die heb ik afgedaan, want deze lamp geeft toch net even wat meer duidelijkheid als de mijnwerkerslamp. Ook qua kleur, maar ook qua intensiteit. Ik kan met deze lamp zie ik wat beter de krassen als met de mijnwerkerslamp. Zo noem ik het maar even, een mijnwerkerslamp. Wellicht dat op deze manier te zien is hoeveel krassen erin zitten in de lak. Kijk naar het witte of het ronde lampje. Zie je? Dus dit soort schade. Kijk, komt er weer een. Dit soort schades zie je gewoon niet in witte lak bij het daglicht. Dan moet je echt lampen opzetten om dit te kunnen... Even verder door naar achteren. Kijk, hier zit een hout ronde lampje in de gaten. Het ronde lichtje. Kijk, hier zie je heel goed krassen. Kijk, en deze krassen, zoals ik al aangaf, dat op de motorkap bijna niet te zien is. Omdat het heel slecht op te pakken is. Nou, dat soort krassen zitten dus ook in de motorkap. Of zaten dus ook in de motorkap. Zoals je nu om dit zijpaneel ziet.
tweede ronde van polijsten zit erop. Ik ga nu de derde keer polijsten en dat is de laatste stap. En dan kan ik morgen verder met ontvetten en de coating plaatsen. En voordat ik de coating ga plaatsen, ga ik morgen ook eerst nog even de ramen op glans polijsten. En met name de zijruiten en de achterruit. Voorruit is niet nodig, want die wordt toch het meest gebruikt met ruitenwisselbladen. En daar gaat ook de Xeon ruitcoating op. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken voor de laatste stap. Dat wil zeggen de step 3 van Xeon, de finishing cut. En dan een zachte pet of een medium pet. Misschien een medium. En dan de laatste stap, polijsten. Zo, het polijsten zit erop. Rest mij nu het plastic nog op het taklicht. Even de ramen polijsten. Dat scheelt weer extra afplakwerk. Voor het kunnen coaten is het zaak om te ontvetten. Here we go, eerste ronde. Niet te vergeten de timer. Eerste rondje coating zit erop. Kan nu drogen voordat we aan de tweede laag gaan beginnen.
De Audi A5 staat in de coating. Deze kan nu drogen. En dan doe ik de rest van de dag doe ik er niks meer aan. Morgen ga ik de laatste zaak afmaken. En daar kom ik morgen op terug. En dat is voor jullie in de volgende shot. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Audi A5 project. Rest mij nog een aantal zaken af te maken. Dat is nog even de banden in de dressing zetten. Ramen aan de binnenkant en de buitenkant nog even schoonmaken. De voorruit in de coating zetten. En de twee zijruiten. En de uitlaattipjes nog even schoonmaken. En dan rest het mij alleen nog maar foto's maken. En de vlog voor de rest afmaken met het bekende rondje van de zaak. Maar dat is voor later. Eerst ga ik maar eens even de banden doen. En dan de uitlaattips. Kan die naar beneden toe. En dan kan ik de ramen doen. De binnenkant nog even doen. En dan is het weer een mooi project geworden. Tot zover. Ik zal nog even laten zien dat de stoel ook inmiddels afgemaakt is. Dus die is ook weer netjes zwart. Ik ben aan het einde gekomen van het A5 project. Even een resume. Wat heb ik allemaal gedaan de afgelopen dagen? In het interieur schoongemaakt, het leder gereinigd, gevoed. Hier en daar wat leder schadeherstel gedaan, kunststof schoongemaakt en verzorgd. Uiteraard uitstofzuigen, matjes weer netjes. En daarna de buitenkant. Ik heb de motorruimte heb ik aangepakt, heb ik schoongemaakt, de randen, het kunststof verzorgd. De kap heb ik geïmpregneerd. De ruiten heb ik gepolijst en voorzien van ruitcoating. De velgen heb ik in de coating gezet nadat ik ze eerst schoongemaakt heb. Velgbed schoon met de plakloodrestantjes eruit gehaald, eraf gehaald. Dus die staan in de coating. Bandendressing gedaan. De lak uiteraard in meerdere stappen gepolijst. Ontvet en vervolgens in de coating gezet zoals je gezien hebt. De tipjes heb ik schoongemaakt zover dat materiaal het nog toeliet. Want hier en daar zijn de randen toch uiteindelijk wel ingebrand. En dat krijg je natuurlijk niet meer schoon. Wat heb ik nog meer gedaan? Motorruimte had ik gezegd. Ramen, kunststof. Uiteraard uitstofzuigen. Ja, rest mij eigenlijk alleen nog maar foto's maken. En het bekende rondje van de zaak. En dan zou ik zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao!